Dit is een videoproductie van inmail.nl en de Nije Krant. Verliefd worden, trouwen en voor het eerst vader worden. De meeste mensen doen er minstens enkele jaren over. Maar de in Mil geboren en getogen Dennis Verweijen deed dat alles in amper 365 dagen. En dat terwijl hij net gehoord had dat hij ongeneeslijk ziek was. Over dat jaar schreef Dennis het boek Papa's Bloed, wat op woensdagavond 24 mei gepresenteerd zal worden in cultureel centrum Millisweert in Mil. Een indrukwekkend boek, want op het moment dat je hoort dat je ziek wordt, stort je hele wereld in. Ja, klopt. Het had een aanloop vanaf april dat ik me al niet lekker voelde. En uiteindelijk heb ik op 7 mei 2015 te horen de diagnose gekregen, leukemie. Ja. En ja, dan verandert je wereld wel ineens. Ja. En ja, ik had een wereld waar ik alles voor elkaar dacht te hebben. Vanaf die dag is die zekere wereld in één keer heel erg onzeker. Tijdens de behandeling bleek dat voor Dennis alleen een stamceltransplantatie tot genezing zou leiden. Maar in de wereldwijde databank was geen geschikte stamceldonor te vinden. Dennis zocht daarom de media op. En niet alleen om extra donoren te werven, maar ook om geld in te zamelen voor Stichting Matches. Stichting Matches, die moeten het uiteindelijk hebben van giften. Hm. En ja, uiteindelijk, de actie had in een korte tijd iets van 1500 à 2000 donoren opgeleverd. Hm. Alleen, ja, die moeten ook allemaal, iedereen die zich aanmeldt, moet ook weer getypeerd worden. Ja. Dat kost geld. Dus vanuit de stichting waar we vanaf dat moment ook de volle medewerking kregen. Ja, die zeiden van, goh, ja, heel erg goed van jullie die actie. Maar ons potje met geld raakt op die manier ook op. Dus ja. Wellicht kunnen we ook een actie opzetten om geld in te zamelen. Dus ja, vanaf dat moment zijn we daarover ook over gaan nadenken. Ja. Dennis schreef regelmatig open brieven om iedereen te informeren over zijn ziekte, zijn behandelingen en de geboorte van hun dochter Robin. Dit bracht hem ook op het idee zijn verhaal in boekvorm uit te brengen. Ja, wat ik zeg, voordat ik ziek was, had ik een heel druk leven met een fulltime baan en regelmatig op stap voetballen. En ja, die wereld die valt in één keer grotendeels weg. En ja, waar ik eerst blij was dat ik op de bank zat, zat ik op een gegeven moment alleen maar op de bank op het moment dat ik thuis was. En ja, ook mede door die open brieven en de positieve reacties daarop heeft mij het wel gemotiveerd om te blijven schrijven. En ik had vrij snel het idee van, oh, ik ga hier een verhaal of een boek over schrijven. Alleen, ja, na de eerste chemo moet ik zeggen dat ik er vrij snel op terugkwam. En toen dacht ik van, ik blijf alleen maar liggen, want dat gaat hem niet worden. Maar eigenlijk, oktober 2015 is dat idee, dat ga ik doorzetten. Ja. Maar nog niet zozeer van waar gaat het boek naartoe. Maar wel dat ik heel veel notities maakte. En ja, toen tijdens de zwangerschap en ook na gesprekken met een schrijfster, hadden we wel zoiets van, met Robin, dat die geboren is als centraal, als in ieder geval als centraal thema. Ja. Had ik wel zoiets van, dit moet ik gaan opschrijven. En, ja, voor mij is het een hele, hele fijne bezigheid. Ik heb iets om handen. En ja, voor het verwerkingsproces is het ook echt een heel goed, goede bezigheid. Op woensdagavond 24 mei is er een boekpresentatie van Papa's Bloed in cultureel centrum Millisweert in Mil. Het begint om 7 uur. Wilt u hierbij ook aanwezig zijn? Meld u zich dan aan. Kijk voor meer informatie op de website www.papasbloed.nl of like de Facebookpagina.